Hamra, nou eens mee op! Waarom? Wat is er? We zitten in een walvis, snap je dat dan niet? Een walvis? Een walvis, die jij zo nodig de weg moest vragen en nu zitten we vast! Wauw, een walvis. Weet jij dat ik walvis spreek? Nee, je bent gek! Je spreekt geen walvis! Ik moet hieruit komen! Ik moet mijn zoontje vinden! Ik moet hem zeggen hoe oud zeeschildpadden zijn! Hey, gaat het een beetje? Nou, geen zorgen. Alles komt goed. Nee, het komt niet goed. Tuurlijk wel. Je zal het zien. Nee, ik beloofde hem dat ik hem nooit iets zou laten overkomen. Ook gek om zoiets te beloven. Wat? Nou, je kunt hem niet nooit iets laten overkomen, want dan zou hij dus nooit iets kunnen beleven. Ook niet leuk voor kleine Pipo, hè? Wat is er aan de hand? Geen idee. Vraag het wel. Dory. Wat is er Dory. Aan de hand? Volgens mij zegt hij we zijn gestopt. Natuurlijk zijn we gestopt. En dan op met dat walvissengebalk, zo maak je het alleen maar erger. Wat is dat geluid? Ik weet nou wat je doet. Het water is aan het zakken. Het is aan het zakken. Echt waar? Weet je dat wel zeker? Kijk, het staat al half leeg. Ik ga zeggen half vol. Hou op, het is half leeg. Oké, deze is een graadje moeilijker. Of hij zegt, we moeten achter in zijn strot gaan. Of hij heeft zin in een banaan. Natuurlijk wil hij ons achter in zijn strot. Om ons op te vreten. Hoe zou ik smaken, Bobby? He? Denk je dat ik lekker ben? Nou, zeg maar dat ik niet te vreten ben. Oké. Hey. Praat niet tegen hem. Wat gebeurt er allemaal? Ik vraag het. Nee, geen walvis meer. Jij kan geen walvis. Kan ik wel? Nee, niet waar. Jij denkt dat je alles kunt, maar dat is niet zo, Nemo. Oké. Dory! Hij zegt, het is tijd. Laat nu maar los. Het komt allemaal weer goed. Hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou dat er niks vreselijks gaat gebeuren? Geen idee.